Volgens mij is het inzetten op ouderbetrokkenheid heel belangrijk voor ons dan toch, juist omwille van dat lang engagement. Omdat wij verwachten dat die kinderen daar elke zaterdag staan en dat 3 jaar lang op een leeftijd van 10 jaar, wat dat niet evident is, zetten wij heel erg in op ouderbetrokkenheid. Wij vinden dat echt de sleutel tot dat engagement. Niet alleen om ervoor te zorgen dat die kinderen daar staan elke zaterdag, puur praktisch, maar ook gewoon voor dat de ouders het betrokken zijn bij de toekomst van een kind. Want daar gaat het eigenlijk bij Tada over, dat wij die kinderen willen tonen wat het er allemaal kan en mogelijk is voor hen, die toekomstperspectieven verbreden. En dat proberen wij eigenlijk ook met die ouders te doen. Dus de ouders betrekken bij wat het er allemaal kan voor hun kind is gewoon superbelangrijk. En dan natuurlijk ook het praktische wat ik net zei, het engagement, het volhouden van het engagement. Omdat het kinderen zijn van 10 jaar, dat is niet evident om elke zaterdag een zesde soort schooldag te hebben. Ook al doen wij het helemaal anders dan een typische school, of de gewone school. Maar het is wel een zesde dag iets leren. Het is niet gewoon buiten spelen. Er komt wel iets meer bij het kijken. En dus dat engagement volhouden, dat is ook iets waar we de ouders voor nodig hebben. Ik denk dat het wel een meerwaarde is om ouders ook bij de zomerschool te betrekken. Dus uiteraard, voor ons is dat belangrijk, maar als ik de lijn doortrek, denk ik dat dat daar ook wel gelijkenissen zijn. Dat het heel gelijkaardig is, omdat een zomerschool is ook in het belang van het kind. Allee, alles wat een kind doet, is helpt. Hè. Bij de zelfontplooiing en de ontwikkeling van een kind, ook gewoon naar de gyro gaan of op gyrokamp gaan bijvoorbeeld. Maar een zomerschool heeft toch dat extra duwtje in de rug, denk ik, ook voor het vervolg van het volgende schooljaar. Het vervolg van het leren van het kind. En ik denk als ouders daar betrokken bij worden en het belang van inzien waarom dat het meer is dan 2 weken opvang, om het heel kort door de bocht te zeggen, dat het echt wel iets bijdraagt tot de ontwikkeling van het kind, dat kan helpen, niet alleen voor die weken dat het kind naar de zomerschool moet komen, dus niet alleen voor het praktische, maar ook voor het vervolg. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is ook voor de zomerschool.